Een goedemorgen. Gisteren viel mijn camera uit, hij was leeg. Dus ik dacht, nou ja, ik ging toch de kleding nog niet laten zien. Dus ik denk, ik wacht wel tot de batterijen allemaal op zijn opgeladen. Dus ik ga eventjes laten zien wat ik allemaal gekocht heb bij Shein. En ik ga het meteen aandoen. Het is super leuk, want Nikki heeft vandaag zijn eerste echte papadag. Dat ik ook haar voedingen niet ga doen. Ik ga dus iedere keer kolven en dat Nikki een fles geeft. Gewoon om te oefenen met dat ik er niet altijd ben. En dat ze ook naar de opvang gaat en naar de oppas gaat straks. Dus dat is wel leuk. Dat gaan we dus vandaag een beetje oefenen. Maar goed, ik ga jullie neerzetten. En dan ga ik alle items aantrekken. En het zijn verschillende items. Het main thema van de items waar ik op gezocht heb is Colorblock. Want ik ben dus echt heel erg groot fan van Colorblock. Ik weet het, 2020 is calling. Maar ja, ik weet niet. Ik hou gewoon heel erg van Colorblock. Ik weet niet wat het is. Maar ik ga jullie neerzetten en dan zien jullie vanzelf. Wat vind ik hiervan? Het is kort. Ja, ik weet niet. Ik vind hem denk ik wel leuk. Ja, deze is wel leuk. Ja, ook leuk. I love deze kleuren. Kan op een broek, kan op een legging, panty. Mijn borsten is wel een beetje gek. En dit zo loopt ook een beetje gek, maar ik kan het even. Ik vind het wel een hele toffe colorblock. Leuk, I love it. Ik hoef hem niet echt te doen. Ziet u hoe cool deze is. Ja, leuk voor de zomer ook. Heerlijk toch? Helemaal leuk. Die houden we ook. Love it. Love it. Maar deze is dus ook leuk zo. Gewoon zo. Is deze ook leuk. Leuk. Meer voor de winter wel deze. Maar ik vind hem wel leuk. Volgens mij heb ik deze ook in S besteld omdat hij al baggy valt. Love it. Oh, en deze zit ook zo lekker. Oh, je ziet wel echt mijn tepels. Kijk, ik heb even die bikini aangetrokken. En heb ik de Padeo overheen aangedaan. Kijk, zo loop ik dan op het strand. Leuk toch, die Padeo? En dan, kijk, dan doe je zo woep, woep. En dan heb je bikini. Ik ben een beetje in de pantenprint met bikinis. Leuk is die, hè? Ja, ik weet, ik ben niet heel blij met hoe mijn lichaam is, maar het kan erger, denk ik dan. Zo, het is wat later op de dag en ik had een pakketje binnengekregen. Dit pakketje. En dat heb ik gekregen van Rauwa. Ik hoop dat ik het goed zeg. En Rauwa is, dat zijn supplementen voor mama's. Vooral voor newborn mama's. Even kijken, moet ik even goed kijken. Het zijn natuurlijke supplementen dat speciaal is ontwikkeld voor moeders in de periode na de zwangerschap. Dus, dat ben ik. Dus vroegen of ze mij dit op mochten sturen. En toen zei ik, nou, dat is wel chill. Want ik heb natuurlijk tijdens mijn zwangerschap ook veel supplementen genomen. Zodat ik een heel gezond kind op de wereld zou brengen. En nu is het, ja, dat is ook het motto van Rauwa. Rauwa, zeg ik het goed? Ja. Dat eerst de mama, dan de baby. Dus dat is nu het geval. Hè? Happy mom, happy baby.
Ach, wel leuk. Kijk dan. Ik vind het altijd leuk. Het is een soort stroom. En dit is het potje. Kijk, dan zie je ook de naam. Dan zie je hoe je het schrijft. Rauwa. Dus postpartum supplement. Even, ik zal hem even openmaken. En dan zit er één zo'n pil. Ziet er dus zo uit. Bomvol natuurlijke supplementen. Het mooie hiervan is dat ze beloven dus dat je binnen 30 dagen meer energie hebt, betere stemming, minder stress. En als dat niet het geval is, krijg je je geld terug. En er zitten dus allemaal natuurlijke elementen in. Elementen? Hoe zeg ik dat? Supplementen is het eigenlijk meer. Ik zal jullie besparen wat er allemaal in zit. Je kunt dat ook natuurlijk op hun website bekijken. Oh, je moet wel, als je borstvoeding geeft, moet je een medisch professional raadplegen. Dus dat moet ik wel eventjes checken. Eerst mama, dan de rest. Eerst de mama, dan de rest. Dat is wel een mooi statement en daar kan ik wel mee leven. Want Olivia heeft er natuurlijk ook alleen maar baat bij als ik me lekker voel. Want dan kan ik ook alleen maar beter voor haar zorgen. Dus ja, ik vind het wel leuk. Ik kan dit dus helemaal niet gebruiken. Ik ga het wel in de vlog laten zitten voor iedereen die op zoek is naar een supplement om te slikken na de zwangerschap en geen borstvoeding geeft. Ik ga er pas mee beginnen als ik gestopt ben met borstvoeding geven. Dus dat is hopelijk nog wel eventjes dat gaat duren. Maar weten jullie in ieder geval wat je kan halen. Postpartum supplement. Zit ik net te laag. Even ergens opleggen. Hallo. Ik heb een heel groot pakketje hier. Tada! Ik heb een bestelling geplaatst bij Mama Loes. Dat heb ik al meerdere dingen gekocht. Ik merk als ik dan iets wil hebben, dan zoek ik altijd online. En Mama Loes is echt bijna altijd wel de voordeligste. Dus ik bestel best wel vaak wat bij Mama Loes. Zo ook de baby gym van vorige week. Ik weet niet of die al in de vlog had laten zien. Maar nu had ik dus even opgezocht wat leuke speeltjes zijn. Want ik merk dat Olivia echt begint met kijken en ook graaien en zo. En ik dacht, oh, ik ga eens even kijken wat goede speeltjes zijn voor haar leeftijd. En die heb ik dus nu besteld. En die ga ik aan jullie laten zien. Want misschien hebben jullie daar ook nog wel wat aan. Dat je denkt van, hé, mijn kindje is ook 0 tot 3 maanden. Wat moet ik in hemelsnaam voor speeltjes? Sowieso is een babygym goed. En dan vooral een babygym met een zo'n zachte spiegel erin. Olivia vindt het helemaal geweldig om te kijken naar die zachte spiegel. Ik weet niet of ze zichzelf echt erin ziet. Maar ze ziet wel een leuke glinstering natuurlijk. Dus dat is sowieso, maar die had ik dus al, dus die hoefde ik nu niet te kopen. En dan ga ik eventjes jullie laten zien wat ik hier uithaal. Oh ja, dat had ik ook besteld. Een verschoningskussen. Nee, dat maakt niks uit. Een verschoningskussen voor beneden. Ik had hem iets goedkoper gekocht. Ik heb boven best een... Nou, niet zo super dure, maar die was best getest. En dit is gewoon een cheapie. Eentje die ook makkelijk op te vouwen is, weet je wel, om mee te nemen. Maar deze leg ik hier op beneden. Hoeven we niet meer helemaal naar boven om haar te verschonen iedere keer. Dan kan ze gewoon lekker beneden blijven. Vooral als ze dan tussen twee speeltjes verschoond moet worden. Dus die heb ik gekocht. En een hoes die dan ook beter beneden past. We hebben alles grijs, dus ik had ook een... grijze hoes. Deze had ik boven ook in het roze en het groen. En grijs van badstof. Vind ik gewoon, lijkt mij ook het lekkerste liggen voor haar. Dus vandaar badstof. Nou, dan komen we bij de speeltjes. Dat is dus deze. Een O-bal, zo heet dit. En je hebt heel veel verschillende soorten met verschillende kleuren. Maar omdat zij een meisje is... Meisjes houden over het algemeen meer van lichte kleuren. Zullen we zeggen een beetje pasteltinten. En jongens houden meer van felle kleuren. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht.
sowieso zijn dit ook de kleuren die zij overal meest naar kijkt, heb ik het idee. En deze is dus heel makkelijk vast te pakken met die vingertjes van haar. En hij is ook, je kunt hem ook indrukken. Dat zal ze nog wel niet doen. Maar het is dus, ja, als zij erop gaat liggen, dan gaat hij gewoon plat. Dus dit is haar nieuwe speeltje. En dan het volgende speeltje, wat dus ook erg goed is voor baby's, is, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, voor baby's van 0 tot 3 maanden. Dat zijn dit soort boekjes. Dit is zo'n boekjes met allemaal verschillende kraakjes en piepjes. Dus hier kun je hem openmaken. En ik had dan gekozen voor een ocean thema. Maar je had ook gewoon zwart-wit. Want zwart-wit is natuurlijk wat ze het beste kunnen zien in het begin. Vooral als je een babytje van 0 maanden hebt. Maar zij is nu bijna 3 maanden. En dan gaat zij uiteindelijk heel goed structuren voelen. Vindt ze dan leuk en ontdekken. Dus daarvoor is dit dan ook goed. Want iedere bladzijde heeft een ander structuurtje. En het is ook gewoon, je kunt ook alles voorlezen. En dit heeft dan de kraak erin. En dit heeft ook kraak, maar dit heeft dan weer ribbels. En dit heeft puntjes en dit heeft uitsteeksels. Nou, dit heeft dan een piepje. Dit heeft kraak, maar weer een andere soort kraak. En dit is een touwtje. Dus dit is ook, denk ik, heel leuk voor kindjes. En ik vond deze heel schattig, omdat die... C-thema heeft. Om gratis verzending te hebben, heb ik er nog wat dingen bij gekocht. You know it, denk ik. Dat zijn deze. Dit zijn, hoe heet ze? Sunshade. Kijk, tada! Die kun je zo... Dan zit ze niet in de zon achterin de auto. Ja, weet je ook zo. Ja, nee, zeg maar. Ik zag een sterretje in de ruiten. Omdat we samen in de auto zaten. Toen je hoorde toch... Dat Tik, ja. Ja. Zat een sterretje erin? Ja. In jouw auto? Ja. Ben je verzekerd gewoon? Ja, nog al is dus denk ik. Ja, nee, maar dat moet je meteen laten fixen, hè? Ja. Dan komen ze ook hier thuis doen, hè? Ja. Bij Guardloss kun je gewoon een afspraak maken en dan komen ze... Of net wat je uitkomt, maar ze kunnen ook gewoon bij je thuis komen. Nou, dan ga ik even kijken. Dus deze schermen, want ze zit wel vaak in de zon en dat vindt ze echt niet leuk. Dus ik dacht, dit is dan wel fijn. Vooral als we besluiten om misschien wat verder op vakantie te gaan van de zomer. Ja, deze waren echt 3 euro of zo. Ik denk, nou ja. En dan heb ik nog luieremmers over. Want deze passen precies in die luieremmer. En het is ook ecologisch weer afbreekbaar en zo. Dus dit leek mij wel handig. Ja, ik dacht, die moet je toch hebben. En dan heb ik geen verzendkosten. Dus die heb ik ook besteld. Win-win. Ja, toch? Is toch slim? Win-win chicken day. Dus dat was mijn shoplog van Mama Loes. Leuke dingen, hè? Ik ben echt blij met deze. Deze vind ik echt leuk. Ik ben echt benieuwd hoe ze die gaat vinden. Dus die ga ik... als ze wakker is, ga ik deze morgen denk ik aan haar eventjes geven. En dan... met haar spelen. Dan kan ze goed grijpen.